De aflossing, oftewel relay, is een discipline die misschien niet veel mensen kennen. Althans, diegenen die niet vaak naar inline skatewedstrijden komen. Maar het is wel een van de spectaculairste. Het gaat erom om zo secuur mogelijk je teammaatje te lanceren binnen een bepaalde ruimte, om daarna als laatste de race met een daverende eindsprint te beslissen. Mark Horster won de koers op het KPNNK-baan te Halerwijk. Mark Horsten, wat een actie in de aflossing. Ja, super team. Werd goed afgeleverd door Sander en kon het afmaken gelukkig. Ja, want de powerslide team maakte een klein foutje en daar konden jullie gebruik van maken. Ja, foutje was het denk ik niet echt. Ik bedoel, ik ging naar kop toe. We probeerden het te behouden en Sander liet Chris Pijn weer binnendoor. Toen zat de powerslide weer op kop. En in de laatste ronde heb ik Ruurt ingehaald en ja, titel. Twee titels hier behaald. Volgende week NK weg? Ja, het staat wel in de planning. Hoofddoel was NK baan, ook op het thuisvoordeel. En het is op een piste, dat vind ik het mooiste. Maar ik sta volgende week ook aan de start en dan gaan we weer voor meer titels.